god. Halen. Gadver. Nou, welkom in... In de hemel. In de hemel. Wij hebben te veel gezopen. Ja. Nou, welkom in de hel. Hoi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer met Sophie. Ja. We hebben dus vaker een video opgenomen over Shein. Ja. Die is echt super goed gegaan. Toen hadden we zwart-wit geshopt. Ja, blind shoppen. Maar nu hebben we eigenlijk iets leukers voor onszelf. Ja. Want toen was het echt dat we dachten... Toen ook lelijke dingen. Nou, nah, niet normaal. Ja. Gewoon heel erg miskopen. Maar dat is natuurlijk ook wel weer grappig. Maar we hebben nu... ik heb aan jullie gevraagd wat voor gelegenheden, thema's... Ja, jullie moeilijk vinden om te kleden of waar je een beetje outfit inspiratie voor nodig hebt. En daar hebben we outfitjes voor gemaakt. Dus echt helemaal complete outfitjes. Yes. De thema's waren een dagje terras. Oh ja, het zijn lente-zomer outfitjes. Dat is misschien wel belangrijk. Ja. Een dagje terras, een bootdag of een stranddag. En een date night met vriendinnen, je vriendje, als het mooi weer is. Ja. Ja, dus dat zijn de thema's. Ja, helemaal leuk. Ja, je bent ik vind het echt geweldig. Hebben jullie zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ja, zou ik het ook heel leuk vinden als je mij support door op mij te abonneren. Dat kan op de rode knop hier beneden. En wil je nou meer van ons zien? Kan ons volgen op Instagram. Joe! Staat in beeld. Het is buiten ook echt niet normaal. Een perfecte lentedag. Dus daar gaan we ook lekker de outfitjes aan. Zo vrolijk. Ja, van. Echt een grote doos. Ja, kom maar hier met dat ding. Zo. Nou, je moet wel het leukste zitten, denk ik. Ja, super. Oké. Met welke outfit? Zullen we met de date night beginnen? Ja, is goed. Ja? Die zit het zeg maar het strakst in elkaar. Daar ja? Ben ik, ja, daar ben ik wel het meest... Oké, wat had ik in gedachten? Ik had een jurkje besteld. Leuk. Allemaal kleurtjes met bloemen. Heel leuk. Ik dacht, dat is helemaal een vibe. Ja. Oh my god, deze is echt heel leuk. Hij lijkt wel heel kort. Ja, maar je kan hem volgens mij zo verstellen. Wat is haar? Ja, ik moet alweer lachen, want altijd alles is te kort bij mij. Ja. Maar kijk, je kan hem zo helemaal verstellen zolang je wil. Dus dat komt volgens mij komt dat wel goed. Nee, het is ook gewoon zo lekker lang. Ja, maar dat is een issue hoor. Zo ja, met kleding kan het wel te kort. Ja. Daar had ik bij bedacht. Deze. Laarzen. Oh ja, dat is amazing. Gast. Ik vind het zo ziek dat Shein gewoon dit soort schoenen heeft. En dit zijn de lange varianten. Ja. Dus je hebt ze ook nog tot hier. Ja, en ik heb ze allebei ervan. Ja. Ik hoop dat ik ze pas. Ze zijn voor Shein duur. Ja. Maar ze zijn in vergelijking met andere webshops veel goedkoper. Ja, en ze zien er helemaal top uit. Ja, andere webshops verkopen dit echt voor 60 of 80 euro. Ja, dit is top. Dus die had ik eronder bedacht. En je kan die ook, ik heb ze ook mee in het zwart. Dus ik kan ze ook in het zwart eronder doen. En net iets korter, of niet? Ja, die kunnen er ook onder. Ja, heel leuk. Ik vind dat zo leuk, vind ik cowboy boots. Ja, dat is helemaal in, hè? Geweldig. En dan heb ik een tasje. En dan moet ik nog even kijken welke dan het leukste is erbij. Ja, leuk aan welke je laat. Ja, als ik die witte laars doe, heb ik dit tasje erbij. Leuk. Deze. En als ik die zwarte aan doe, dan heb ik ook nog een andere. Maar dat ik zo eventjes uitvogelen. Dat is zo'n crossbody. Oh, wel leuk. Back. Maar het is echt een hele rare kleur goud. Ja. Het is echt een soort geel goud. Het is heel nep goud. Ja. Ja, het is een heel fake. Maar we gaan even zien hoe dit staat. Ja. Misschien is het echt te veel. Dit is het jurkje. Hij is iets te kort. Je kan hem helemaal naar beneden trekken. Van de voorkant is het wel oké. Okay. Ja. Maar van de achterkant komt hij echt net over mijn kont heen. Dus dat is een no-go. En ik heb echt super slecht nieuws. Heel slecht nieuws. Ik pas hem niet. Nee. Dus. Als je deze bestelt, maatje groter. Want ze vallen dus klein. Maar gelukkig heb je die leuke zwarte. Maar ik heb nu mijn zwarte eronder. Dat kan helemaal prima. En een groen tasje erbij. Ja, dat is toch amazing. Een tasje erbij. Dat is echt heel leuk. Ja, toch? En dat witte tasje is ook overal leuk mee. Maar zou je de jurk wel passen, als zou die maat groter zijn, denk je? Ja, dus ik moet dat gewoon een maat groter kopen. Ja, ik bestel heel vaak een maat groter, hoor. Ja, ik moet gewoon XL hebben. Ja. Ja, is dit L? Nee, dit is een emmetje denk ik. Ja, je had gewoon L moeten doen. Ja, dus ook hiervoor als je een
lange meid bent, gewoon lekker maatje groter doen. Ja, je moet niet schrikken van die L. Nee, nee, echt niet. Want ze vallen echt wel klein. Ja. Ik kom net over mijn kont. Ja. Voor de rest is hij wel echt heel leuk. Dus, echt geweldig. Ja. Ja, toch? Ik heb een beetje hetzelfde eigenlijk. Precies hetzelfde eigenlijk. Oh, serieus? Ja, niet hetzelfde. Was of het auto maar ander item. Mm-hmm. Nou, ik heb natuurlijk ook een jurkje. Dat vind ik gewoon echt heel leuk met mijn date night. Ja, dat is, komt ook altijd van pas. En vooral in de zomer, je ziet zoveel mensen gewoon een jurkje met van die cowboy boots. Ja. Oké, okay, ja, het is gewoon een heel simpel jurkje eigenlijk. Superleuk. Met zo'n V-hals. Nou, ik had eerst eigenlijk een ander in gedachten, die met die hartjes. Als je het in je gezicht. Ja, maar je hebt dat was uitverkocht. Oh, dat is wel jammer. Dus toen moest ik snel een ander kiezen en toen heb ik uiteindelijk dit gekozen, ja. Nee, hij is toch leuk, ah, ja, joh, met roosjes. Leuk, roosjes inderdaad. Heel cute. Dat kleedje ook wel leuk aan, joh. En dan dus ook met laarzen. En ik heb zwarte laarzen met stiksels. Die zijn ook leuk. Die zie ik ook zo vaak voorbij komen. En ik heb ze al gepast. Ik was gewoon te benieuwd. Ik dacht, jij hebt die doos gewoon open. Ja, ik moet het. Ik heb niks gekeken, alleen die laarzen. Ik moet die laarzen passen. Ja, ik vind het zo leuk. Ze zijn geweldig. Hoe leuk. En dan een heel leuk tasje erbij. Met echt een date night tas. Oh my god. Nou, dat is ja, leuk. Deze is leuk. Ja, dit vind ik heb ook helemaal geen rood tasje. Die wil ik ook. Wat leuk. Met hartjes erop. Kijk dan. Hoe leuk. Ja, ik vind het echt amazing. Ik weet lekker zo. Hoe leuk dat er hartjes op staan. Ja. Ik vind het echt top. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik zag deze, ik dacht, hier moet ik wat mee. Maar ik had dus ook een hartjesjurk. Ja, en dat past helemaal perfect. Maar dit is ook hartstikke leuk. Ik vind het echt heel fijn om in outfitjes te shoppen. Ik ook. Want je hebt gewoon altijd iets wat bij elkaar past. Ja, je bent ik heb echt heel veel dingen boven liggen wat ik niet aantrek. Ja, ik het gewoon niet dat is het. Aan moet en dat is het probleem van, ik heb een volle kleding, dus ik heb nooit wat om aan te trekken. Nee. Nooit. En dat komt omdat je gewoon geen items hebt die bij elkaar passen. Nee. Dus dat kan een heel leuk topje zijn, maar als het op geen één broek staat. Ja. En vooral als je met kleuren gaat shoppen, dan is het vaak ook echt heel moeilijk om dat met elkaar af te stemmen. Zeker. Dus top. Dat is echt top. We doen het goed. Nou, dit is mijn date night outfitje. Helemaal cute. Eigenlijk zit alles perfect bij mij. Ja, de schoenen zitten helemaal perfect. Ik heb altijd een maat groter ook. Met elke schoenen die ik bestel eigenlijk als je in. Nou, deze tas vind ik echt geweldig. Echt hoe leuk. Pas ook helemaal leuk bij het jurkje. En jurk zit ook perfect. Jurkjes heb ik altijd maat M eigenlijk. Ja, top. En ja, de lengte is goed. Dit zit ook niet dat het open valt of zo. Het zit ook gewoon lekker strak. Dus het is gewoon helemaal top. Staat je echt super leuk. Stan, I'm ready. Yeah. Ready to go. Echt eigenlijk een Valentine's outfit. Ja, serieus. Eerlijk. Ik zou zo verliefd op je worden hoor, Sarah. Nou, dank je. Oké, welke gaan we nu doen? Een moeilijke terrasdag. Ja, die terrasdag. Ja. Sarah, die vond ik zo moeilijk. Ik ook. Dat wordt echt een soort bij elkaar geraakt. Ja. Zoietje. Ik heb mijn best gedaan, maar... Ik begin maar. Ja, ik begin maar. Oké, even zoeken. Oké, ik heb een spijker... Leuk. Rokje. Oh ja. Ik vond het helemaal weer een vibe. Ik vind het echt heel leuk. Dat had ik al zo lang niet aangedaan. Ik zag het op die site. Ik heb dat niet eens meer. Kijk hoe leuk. Gast. Ik hoop dat ik hem pas. En dan met ook weer de cowboy boots eronder. Ja. Maar je kan ook die met die lichte Chelsea boots. Ja. Of, ook heel leuk. De keuze is reus. Ja. Ja, ik vind het echt heel leuk. Deze? Ik vind het zo leuk dat je daar opeens... Ik vond het ook even leuk om het weer te proberen. Ja. Misschien wordt het niks, maar nou, weten we dat ook. Weten we dat ook weer. Daarop had ik een aantal dingen. Leuk. Kunnen een paar dingen. Ik moet het er nog zoals alles moet ik even gaan uitvogelen. Ik heb gewoon een hele simpele top. Maar ik dacht, als ik daar een soort blouse overheen gooi. Oh, maar ik vind het echt een heel leuk kleurtje. Ja, toch? En vooral als je zo meteen weer een beetje bruin en met je gouden sieraadjes. Oh, heel leuk. Die witte boots. Witte boots eronder. Maar ik heb ook... Een groene top. Oh. Die is iets chiquer. Ligt eraan. Oh. Ja, die vond ik heel ook leuk. Heel leuk. En hier kan dus ook een witte pantalon onder. Ja. Nou, die heb ik ook. Geweldig. Ja, geweldig. Dus die moet ik zo eventjes aantrekken. Ligt een beetje aan de gelegenheid. Dus ja. Stel je gaat met je ouders naar een terras, dan zou ik eerder een witte pantalon aantrekken of zo. Maar stel het is echt mega heet. Ja, lekker met vriendinnen. Nou, zoiets. En dan lekker die boots eronder. Ja, dat maakt alles leuk. Ook een wit tasje erbij. Ik vind dat
borduurs. Ja, geweldig. En ze hadden deze dus ook nog met echt wit en zwarte vlakken erop. Had je die ook gezien? Ja, die korte. Die vond ik ook die heel leuk. Ik, maar ze was er niet meer. Nee. Dus heb ik het eigenlijk andere gekozen. Die hadden ze ook niet in mijn maat. Oh, die vond ik ook. Was het misschien. Was mijn maat. Er was iets. Die waren ook zo leuk. Niet normaal. Maar gewoon, je wil gewoon een hele collectie. Ja, dus, het is echt bizar. Sla je slag, zou ik zeggen. Maar ik vind dat ze echt verbeterd zijn. Ja. Vroeger kon ik echt gewoon uren zoeken en ik kon niks vinden. Nee. Maar nu echt, dit wil ik. Nou, ik zat jou nog te appen, want ik was maar aan het scrollen. Ja. Alles is leuk, wat moet je nou gaan doen, joh? Ja, en ook een outfit. Ja, waar ga je beginnen? Ja. Je moet maar één ding beginnen. En dan ik ben wel elke keer met de onderkanten begonnen. Nou, dit is het terrasoutfit. Deze zit echt helemaal goed. Dit vind ik, hier ben ik echt super Gast, blij mee. Ik vind dat rokje zo leuk. Ja, dat is toch een leuke vibe. Je hebt echt weer even wat teruggebracht in je hoofd. Ja, waar komt dat vandaan? 70's of zo? Ja. I don't know. Lekker blouseje eroverheen voor als het een beetje koud is. Kan je knopen of gewoon, ja, weet ik veel, los laten hangen. Ik vind het echt jammer dat die witte laarzen er niet bij past. Ja, die witte laarzen waren hier echt top bij geweest. Ja. En die bril heel leuk. Brilletje erbij. Deze is ook echt super leuk. Want ja. Hij is ook niet, je kijkt er gewoon echt lekker heen. Hij heeft een mooie roze groet chill. Of zo. En dan met het witte tasje erbij. Ja, echt heel leuk. Hij is toch leuk? En het kleur van die top vind ik echt leuk. Lekker op het terras en als het warm is, kun je gewoon lekker dat blouseje uit doen. Ja. Je doet er een blazer overheen, witte blazer. Kan ook. En jij hebt echt een goede terras outfit. Ik niet. Nou, jij gaat hem zo laten zien. Ja. Dit is de groene top. Deze zit me een partij lekker. Die is lekker echt heel leuk. Oh. Dit staat er. Lekker op een witte pantalon, jongens. Dit is helemaal top. En deze hebben ze echt een 1001 kleuren. Of terrasdag, of als je uitgaat. Joh, dit kan met alles. Ja. Oké, nou, mijn terras vind ik niet helemaal geslaagd. Het is wel een heel leuk outfitje, het klopt. Maar het is eigenlijk echt een meer, ik ga door de stad lopen, chill. Ja. En ook even lunchen. Ja, eigenlijk perfect. Maar, zoals je het nu beschrijft. Ja, dat is het echt. Ja. En daar had ik gewoon even zin in die mood. Was ik waarschijnlijk. Oké, we beginnen even met het shirt, want die vond ik echt heel leuk. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen toen, want die zag ik toch zo leuk. Nou, van voor gewoon zo en van achter dus dit. Ja, zo en ik leuk. Vind dit soort teksten zo leuk, dat zie ik echt veel op Insta. Zo. Good things take time. Maar hij is dus, ik heb maat 11 genomen. Ja. Echt heel oversized. Hij is echt huge. Dus, maar dat vind ik juist wel leuk met zo'n shirt. Juist hoe groot hij is. En daarbij dus een groene bikershort. Ja, ik moet ook een keer zo'n ding aan gaan schaffen. Het is wel een hele andere kleur groen. Oei. Nou ja, ik vind het nooit heel erg. Nou, het valt niet eens op, denk ik hoor. Want het staat op je rug. Dus. Ja, en ik vind verschillende kleuren van verschillende soort in de kleur. Vind ik ook niet heel vervelend of zo. Maar niet allemaal precies dezelfde kleur. Ja, maar niet. Er mogen niet 3. Nee. Dan moet het gewoon 2 zijn. Sommige mensen krijgen daar echt paniekaanval van. Ja. Als het niet hetzelfde is. Maar ja, gewoon een bikershort eigenlijk. Gewoon voor de onder. Ja, top toch? En anders heb ik ook altijd gewoon nog een zwarte. Maar dat, ja, dat is... hoe leuk is gewoon een keer een groene? Ja. Geweldig toch? Ik vind het heel leuk. En daarbij, heb ik ook nog een kleur groen. Een andere kleur. Nog een andere kleur. Maar ja, een bril boeit niet echt. Nee, joh. Oh, en deze vind ik sowieso heel leuk. Voor een festival of zo. Ja, die is top. Leuk. Ja, dat vind ik ook echt heel leuk. Ik hou echt van die kleurtjes. Ja, ik dacht ook nog misschien de groene tas erbij van mezelf, maar dat wordt een beetje te veel. Dit is echt dezelfde kleur. Het ligt allemaal in dezelfde range. Ja. En ik dacht erbij gewoon sneakers of zo. Ik vond het een beetje lastig, want je moet wel een beetje iets sportiefs bij of zo. Ik denk ook je sneakers hoor. Want ik zou hier geen cowboy boots of zo doen. En ik heb ook nog een witte Dr. Martens. Oh, die zijn ook te leuk. Ja. Nou, dat is gewoon een heel geslaagd terras. Ja. Vind je bizar? Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, ze kunnen sowieso inspiratie uithalen. Nou, daarom. Joh, je kan het voor alles gebruiken. Ja. Oké, nou, dit is mijn outfit. Ik vind de achterkant van het shirt wel heel leuk, maar het staat een beetje pyjama vibe. En de bril vind ik trouwens heel leuk. Ja, super leuk. Hoe leuk is die? Maar ja, met het tasje, dat breekt het dan nog wel een beetje. Maar het dat is brengt dan meer je shape weer terug. Het is gewoon geen trans outfit. Dat is het gewoon echt absoluut niet. Maar het is wel gewoon, gewoon lekker voor thuis. Of weet ik veel. Ja. Ja, gewoon even een alledaagse chill outfit. Het heeft ook wel iets festival vibe met dat brilletje. En, en het is meer, zeg maar, zo is het gewoon. Yo, ik ga thuis chillen en dit pak ik en dan ga ik even de deur uit. Ja. Weet je wel, dan zie ik er nog iets minder... En je Dr. Martens zijn hier ook echt vet leuk bij. Ja, die past er wel heel leuk bij. Ja.
Helemaal leuk! Superleuk! Dus, ja. Nou, ik vind items wel gewoon leuk. Maar niet voor de terras. Maar niet voor de terras, nee, 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 nee. Dan gaan we naar de laatste. Deze vond ik echt heel leuk voor mezelf. Ja. Maar als het staat, dan. Ja. Nee, jij had ook echt iets heel anders dan ik. Ja. Ja? Ja, zeker. Want ik heb dus twee pakken. Oké. Okay. Een korte en een lange. En de korte is meer voor, ja, ik denk het stranddagje. Ja. En de lange is denk ik meer voor de boot. Oké. Okay. Maar we moeten even gaan bekijken hoe dit uitpakt. Dit is het korte pakje. Knalroos. Leuk. Ik had er iets minder fel verwacht, to be honest. Maar oké. Okay. Leuk. Dat is zo'n blouse. En die moet open geknoopt worden. En dan met... Oh! Een topje eronder. Even zo'n top eronder. Oh, maar die zijn altijd leuk ook. Ja, ja, deze kunnen we echt met alles. Gewoon zo. Ja. En dan deze open geknoopt. En dit is het broekje. Heel leuk. Maar ook als je gewoon je bikini aan hebt. Ja, ja. Dus kom makkelijk eroverheen. Huppa. Doe je even die blouse eroverheen. Ja. Ja, jongens. Het is hier één grote chaos. Ik moet even zoeken. En? De bril. Ik heb echt zo'n eerlijke hippie bril. Ja, geweldig. Ja, ik vond dat echt wel leuk. Leuk. Zit ook een beetje roze in, of niet? Ja. De bovenkant is een beetje roze. Heel leuk. Zo. Geweldig. Hij staat echt heel mooi. Ja, is hij leuk? Ik vind hem echt heel leuk staan. Ja, superleuk toch? Oh god, en dit is mijn poging 2 voor de lengte van de broek. Oh. Ik geef het nog niet op. Geef het niet op? Nee. Dat pak. Ja, dat zwarte pak. Die was toen ook echt veel te kort. Maar heb je nu een maat groter? Ja. Nee, ik heb hem wel aan. Ja, ik heb hem zeker een maat groter. Oh. Huh? Is dit maat 42? Maat L? Ja, ja, ik heb maat groter. Nee, maar voor een blouse is dat niet erg. Nee. Een broek is dus beter dan. Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ja. Dus als het kouder is, dit knoop ik ook gewoon helemaal open. En dan kan je ook een knoopje in. Maar dit is ook gewoon leuk voor op vakantie als het wat kouder is in de avond, weet je wel. En ook als je alleen de broek aantrekt met een mooie top, kan het ook op een terras. En joh, heel leuk pak is dat. Ja, en dit is echt weer zomer. En ik ben laatst ook helemaal in de kleur rood. Ja. Ik vind rood heel leuk. Ik heb ook zo helemaal geen rode tas. Nee. Dat vind ik echt blij, ben ik echt blij mee. Karma. Leuk man. En dan eigenlijk voor een boot moet er van die leuke... sandaaltjes onder of zo. Ja. Dus dat waren mijn, mijn bootdingetjes. Ja, leuk. Ja, toch? Nou, de bootoutfit. Cute. De korte. Superleuk. Je kan hem gewoon lekker zo los. Gast. Alleen bikinietje. Ik heb nu even geen schoenen eronder aan, maar gewoon lekker je slippers. Ja. Je sandalen of whatever. Je kan hem lekker zo doen. Ja, ik vind het echt een heel leuk pak. Knopen kan ook. Ja, en hier lekker bikinietje onder kan natuurlijk ook, hè. Dus echt, ik vind het helemaal leuk. Ja. Het zit ook vet lekker. Ik vind het kleurtje leuk. Helemaal leuk, meid. Voilà. Dit is het lange pak. Ik heb hem nu even met de cowboy boots aan. Maar je moet er gewoon eventjes schimpen onder. Dus ja. Die heb ik alleen nu niet bij me. Dus roei even zo. Ja, de lengte is eigenlijk al prima. Ja. Vooral als je sneakertje maar eronder hebt. Maar ik heb nu ook een hakje eronder. Ja. Dus dan valt hij al wat korter. Zeker. Nou, het zit echt gewoon heerlijk. Leuk, top, joh. Dus als, als het wat kouder is, kan je het gewoon zo aantrekken. Ja. Tasje ermee. Echt, het is gewoon echt letterlijk het lange en het korte pak. Ja. Heel leuk. Het is leuk gewoon lang en kort. Leuk. Leuk man. Leuk man. Helemaal blij mee. Ja, ik heb dus echt een bootdag. Maar dit is eigenlijk meer een Curaçao outfit. Ja. Maar ik vind het geweldig. Ja. Als het allemaal past, is het top. Het is echt een soort Curaçao stranddag. Ja, daarom. Oké, we beginnen met de bikini. Ik heb echt een bikini. Felblauw. Ja. Hij geeft zo wat licht. Geweldig. Ja, even kijken hoe ziet hij er ook weer uit. Ik hou van deze kleur. Oh ja, ja. Gewoon echt een simpele blauwe bikini zo. Ja, en een broekje. Ja, ik vind het echt heel leuk. Die dus. Ja, jij bent al heel erg bruin, dus je staat wel mooi. Ik ben wel wat bruin in mijn hoofd. En daar overheen, dus een setje, maar het is een zelf... bij elkaar graag zetje, dus de kleuren kloppen niet. Maar nou, eroverheen zo'n broek. Ja, kijk dan. Die eigenlijk gewoon niet echt een broek is, want het heeft gewoon ermee gesplit. Maar ja, dat vind ik geweldig. Het is ook wel leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Die is echt leuk. Zo die bolletjes zijn ze niet echt heel niet gestreken, maar dat maakt niet uit. Dan kijk ik even doorheen. Nou, en dan maakt het ook niet uit dat die doorschijnt. Dat is heel leuk. En ik wilde daar gewoon een losse top op. Maar ik vond het heel lastig wat ik nou moest doen. Okay. Want wat moet je hier nou overheen doen? Maar het is echt niet dezelfde kleur. En het is gewoon dit.
Ja, maar dit is toch leuk? Een er overheen met wijde mouwen. Ja, maar het is niet dezelfde kleur ergens. Nee, maar ik vind altijd dat wit, joh, en dat dit is meer off-white, toch? Ja. Ik vind dat dat wel op kan komen, hoor. Ja, het kan wel. Maar het was gewoon leuker geweest. Nou, het was leuker geweest, omdat je ook al echt een felle kleur blauw hebt. Ja, oké. Weet je, maar zo kan het wel. Ja. Maar als je dan ook nog iets blauws erbij hebt, ja. Nou, we gaan het zien. Joh. En anders hadden we hier een witte bikini onder. Ja. Ik vind het helemaal leuk. Dit heb je echt goed uitgezocht. Echt een meest. Oké, okay, nou, dan zijn we nog niet klaar. Want ik heb echt een superleuke bril. Je bent hier zo goed in. Dat is echt niet eerlijk gewoon. Wat grappig moet je hier eens doorheen kijken. Je ziet alles zo blauw. Oh mijn god, maar deze is leuk. Zo, jou staat die ook heel leuk. Nee, hij staat jou heel leuk. Maar dit is wel echt leuk met die bikini. Oh mijn god, ik vind het geweldig. Ja. Echt stoer montuur heet dat. Ja, want het is toch geweldig? Ik vind het echt heel leuk. Ja, met die blauwe bikini. Dit is echt geweldig. En dan heb ik ook nog... Ja, deze wilde ik eigenlijk gewoon heel graag. Gewoon los erbij. Maar dat kan er wel onder, hoor. Mm-hmm. Als je gewoon over het strand loopt of zo. Hele leuke lage. Cowboylaagjes. Geweldig dit. Nou. Ja, dit is deze toch... zijn ook weer zo leuk. Ja, dit is toch geweldig. Maar dat je in dit gewoon heeft, ik heb bizar. Dat ziet er ook echt gewoon goed uit. Ja, ik had deze ook gezien. Ik zat ook nog te twijfelen. Ja. Maar ik wilde eigenlijk die witte vlakken met die zwarte, ja. Maar die was dus niet meer. Nee, maar deze lijkt er wel een beetje. Ja, ook heel leuk. Maar dit is ook gewoon leuk onder een jurkje of heel leuk. Hier ben ik zo blij mee. Ik denk dat ik hoeveel paar heb jij hier nou van? Oh ja, ik heb nog iets. Oh, er zit ook nog een tasje bij. Nou, meid. Leuk. Ook in... Ja, die had ik ook in mijn mandje. Leuk. Huh? Heb je maar één hengsel? Nee. Oh. Het is ook altijd leuk om te combineren met mijn bril. Super leuk. Oh, die staat leuk. Ja, leuk. Die is goed. Ja. Die kan ik ook nog gaan bestellen. Ja, die is goed. Die wil ik ook. Hey, de meid gaat ook gewoon, wordt ook gewoon geïnfluenced in de eigen video. Ik word echt geïnfluenced. Zo nou. Leuk. Alrighty. Zo. Gaat het? Dit is mijn bootstranddag. Maar het lijkt wel bijna een Coachella festival outfit. Helemaal leuk wel. Ik denk dat het echt fucking leuk is. Oh, je bek. Ik denk dat het echt heel leuk is voor Curaçao. Daar ga ik heen. Tasje is sowieso echt amazing. Broek ook amazing. Schoenen amazing. Bikini is echt super leuk. Zit goed. En die bril vind ik trouwens ook echt helemaal amazing. Het past... De kleuren, als deze broek gewoon wit was, was... Hij is wel lekker bezig, hè? Schiet dat ding af. Ja, echt. Ik haat ze, hè? En deze top is trouwens ook heel leuk. Gewoon echt zo'n... Ah, ik ga helemaal oud. Echt zo'n chille top voor over een bikini. Eerlijk, voor de zomer. Ja, geweldig. Toch top. En ja, ik vind het helemaal goals. Helemaal leuk. Ik ben echt... Ik denk dat ik dat echt mijn leukste outfit vind. Het, gewoon helemaal, het klopt gewoon helemaal. Ja, hij zegt toch. Het klopt helemaal. Leuk! Oh ja, ik heb nog één ding. Oh! Ja, heel random. Ik heb nog een los ding. Die vond je gewoon leuk. Ja, ik dacht ook voor de date night. Als ik niet kies, was ik geen jurkje aan wil. Ik had nog je pantalon of zo. Mijn witte pantalon met een blazer eroverheen. Heel leuk. Ja, ik dacht als ik gewoon in een pantalon wil, doe ik deze. Gast, deze is echt heel leuk. Die is mooi, hè? Heel leuk. Ik hou ervan. Top. Er zit geen echt leuk met zo'n blazer, inderdaad. Ja. Deze hoort nog bij de date night set. Ik heb gewoon een witte pantalon aan. Dit is die top. Heel mooi. Ik wil echt even een blazer overhemd. Anders is het net even in de lingerie staat. Maar hij zit echt super mooi. Dus als je geen zin hebt om een jurkje te dragen naar je date night. Kan dit ook. Natuurlijk ook met hakken. Geweldig. Sorry jongens. En ik hou ook echt van die bruine kleur. Ja, het zo maar mooi. Hij past heel mooi bij die blazer. Ja. Echt niet normaal. Ja, daarom had ik hem ook meegenomen. Ja, heel leuk. Optie 2. Wat is jouw favoriete outfit? Ik denk de date night. Ja? Het jurkje, ja. Ja. Leuk. Ja, die vind ik ook echt heel leuk met die laarzen. Alle kleurtjes komen daar gewoon helemaal leuk in terug. Ik denk dat ik mijn bootdag het liefst. Maar ja? dat echt helemaal compleet is. Ja, ja. En een tas, en een bril, en een bikini, en schoenen, en... Alle kleuren kloppen. Ja, maar die date night tas vind ik wel echt amazing. Ja, en die laarzen. Die is echt nice. Super.
Dus dat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie een beetje inspiratie uitgehaald hebben. Ik hoop het ook. Vind je het nou leuk? Denk je van, joh, zou ik met dit thema willen doen? Of hier heb ik echt outfit inspiratie voor nodig? Let me know. Dat kunnen we natuurlijk gewoon veel vaker doen. Vind je het fijn vinden dat we echt in outfitjes shoppen? Ik zelf vind het echt bizar veel fijner. Ik deed het nooit. Ja. Maar de laatste tijd doe ik het alleen maar. Ja, het is top. Het is echt een life hack gewoon. Niet normaal. Ook ooit blind shoppen ook wel leuk. Ja, dat was, dit, kunnen we ook nog wel een keer doen. Maar dit is wel... Heel erg bedankt voor het kijken in geval. Vond je het nou leuk? Vergeet dan nog niet een duimpje omhoog te geven. En met de supporter door op te abonneren. En wil je nog meer van ons zien, kan je ons volgen op Instagram. Lekker stalken, leuk. Mag altijd. Ja, mag altijd. Daar is Instagram voor. Ja, inderdaad. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.